Think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Hey, hallo kinderen. Leuk dat jullie weer kijken naar Kids TV. We zijn hier weer met Elske en met Jelina. En kijk dan eens even, de zon begint net te schijnen. En we gaan weer kerk hebben. Want Jezus is altijd heel dichtbij. Want, nou, maakt niet uit, die knippen we wel. Huppatee. Want kerk is gewoon leuk. En ik dacht, we gaan het even nog een beetje mooier maken met ballonnen. Ja, maar... Ik vind mijn ballonnen cool. In alle eerlijkheid, jouw ballonnen, die vind ik wel een beetje zielig. Want die bungelen een beetje naar beneden. Waarom hangt die voor jou zo omhoog? Ja, die voor mij gaat tenminste goed de lucht in. Hoe kan dat? Nou, speciale ballonnen. En over ballonnen gesproken. Vandaag kan je met de prijsvraag een super vette ballon winnen. Deze namelijk. Wat moeten we doen? Wat je daarvoor moet doen. Tijdens de aflevering gaan we een paar keer in de lift. Hoe ziet dat eruit? Nou, zo. En dan gaan we er ook weer uit. Naast de lift kan je zien op welke verdieping we zijn. Dat cijfer moet je opschrijven en aan het eind van de aflevering heb je een cijfercode. Die kan je vertalen naar letters toe, namelijk zo. 1 is A, B is 2, oh nee, 2 is B, C is 3 enzovoort. Dus de Z is 26. Nou, als je al die cijfers die je had gevonden combineert naar letters toe, dan krijg je dus een woord aan het einde. Die moet je insturen voor 3 uur naar kids@redemptionchurch.nl. En dan kan je zo'n een coole, een, maar ja, veel deze, mooiere, toch? Een maar veel nog mooiere, een veel mooiere een vet ballon. Coole ballon in, hè? En dus ga dat doen. Om 5 uur maken we de winnaar bekend. Maar ik vind het wel eerst te gek als we met elkaar even gaan worshipen. Dus we gaan nu naar de worship. Feestje bouwen. Jezus, u bent altijd heel dichtbij. Jezus, u bent altijd heel dichtbij. En heel mijn leven lang zal u bij mij zijn. U was er al, mijn Jezus. Jezus. Jezus, u bent altijd heel Jezus, u.
Vandaag gaat het verhaal over een niet zo'n hele toffe man. Over een man die belasting moest halen bij de mensen. En dan ging hij langs bij die mensen, maar dan vroeg hij net iets meer. En dat net iets meer geld stopte hij in zijn eigen zak. En zo kwam het dat deze man heel rijk werd. En daarmee probeerde hij zichzelf cool te maken. Hij had een toffe huis, hij had goede kleren, hij zag er gelikt uit. En zo hoopte hij gewoon echt gaaf te zijn en geaccepteerd te worden door de mensen in zijn omgeving. Deze man heet Zacchaeus. Zacchaeus was een wat klein mannetje. Hij was niet echt groot, hij was niet gespierd, het was een kleine man. De mensen vonden hem echt naar. Ze wilden geen vrienden met hem zijn. Op een dag kwam Jezus naar het stadje van Zacchaeus. En alle mensen kwamen uit hun huizen om te gaan kijken naar die Jezus. Want iedereen was nieuwsgierig wat voor man dat was. Ook Zacchaeus wilde heel graag die Jezus een keertje zien. Maar ja, hij was klein. Alle mensen stonden al klaar om Jezus te bekijken. En hij kon daar niet even tussendoor stappen. Zacchaeus dacht diep na. En toen had hij een heel goed plan. Hij is namelijk toen in een vijgenboom geklommen. Zonder dat iemand het zag, want iedereen was aan het kijken of Jezus er al aankwam. Zacchaeus sprong in die boom. Hij klauterde en klauterde en klom en klom. En uiteindelijk zat hij in die boom. En vanaf daar kon hij in de verte Jezus aanzien komen lopen. Jezus kwam steeds dichterbij. Zacchaeus kon het perfect zien. Hij had echt een topplan bedacht. Dus Jezus komt aanlopen in de verte. Hij komt steeds dichterbij. En Zacchaeus kan heel goed bekijken wat voor man die Jezus is. Jezus komt nog dichterbij. Zacchaeus zit nog steeds prima in zijn boom. Niemand die hem ziet. Totdat Jezus stopt op de plek naast de boom. Zacchaeus knijpt hem, dat snappen jullie. Jezus staat stil, Zacchaeus zit in zijn boom. En hij denkt, oh nee, Jezus staat heel dicht bij mij. Als hij omhoog kijkt, dan ziet hij mij. Dus Zacchaeus zit heel stil in de boom. En op een gegeven moment kijkt Jezus naar boven. En hij zegt, Zacchaeus. Serieus? Zacchaeus? Jezus heeft door dat hij Zacchaeus in die boom zit. En hij weet ook nog dat hij Zacchaeus heet. Zacchaeus, ik zou heel graag bij jou willen eten vanavond. Serieus? Jezus? Die bekende, beroemde Jezus? Die wil bij mij eten. Wacht even. Jezus is cool. En Jezus, coole Jezus, wil bij mij eten. Dat is echt vet gaaf. Dus Zacchaeus klimt weer uit een boom. Hij is helemaal vergeten dat het heel raar was dat hij in die boom zat. En hij neemt Jezus mee naar zijn huis. De mensen op straat denken, serieus Jezus, gaat u serieus bij Zacchaeus eten? Are you serious? Heeft u wel door wat voor een gast dat is? Hij is echt niet gaaf hoor. Maar Jezus gaat bij Zacchaeus eten. Die avond verandert er iets in Zacchaeus. Zacchaeus is na dat diner met Jezus niet meer dezelfde man als dat hij daarvoor was. Na dat diner begint hij ineens geld weg te geven. Hij begint zijn spullen te delen. Er is in Zacchaeus, in zijn hart, iets veranderd. Doordat hij doorhad dat Jezus niet keek naar zijn kleren, naar zijn toffe huis, naar alles wat hij bij elkaar verzameld en gebokst had. Nee, Jezus keek naar het hart van Zacchaeus en hij liet Zacchaeus weten, joh lieverd, ik accepteer jou, los van alles wat je doet. En dat heeft Zacchaeus' hart veranderd. Super gaaf.
Je zou het kunnen vergelijken met een trap en een lift. Zacchaeus, hoe die was voordat hij Jezus had ontmoet, was heel erg bezig met omhoog klimmen, beter, mooier, duurder, nog gaver, om zo te proberen dat de mensen hem cool begonnen te vinden. Nadat hij Jezus had ontmoet, is Zacchaeus bij Jezus in de lift gestapt. En doordat hij in die lift bij Jezus was, hoorde hij de lieve woorden van de Heer. Zacchaeus, jij bent goed. Zacchaeus, je hoeft niet heel veel geld te hebben om geaccepteerd te zijn. Zacchaeus, je bent gewoon goed zoals ik je heb gemaakt. En zo ging Zacchaeus relaxed omhoog in de lift bij Jezus. Gaaf, hè? Stel je voor, jij denkt, ik voel me ook wel eens zo iemand die de hele tijd maar op de ladder klimt, die toffer wil zijn, die goede grappen wil maken, de beste kleren wil hebben en de tofste nieuwe items. Maar daar word je zo moe van. Weet je wat je mag doen? Je mag bij Jezus in de lift stappen. Je mag luisteren naar wat Hij tegen jou zegt. Dat mag je gaan geloven. En dan ga je vanzelf lekker de flow in. Dan ga je vanzelf omhoog. Met Jezus daarbij. En dan maakt de rest niet zo heel veel meer uit. Misschien ken jij Jezus nog helemaal niet. Misschien denk je wel, ja, dit klinkt heel gaaf. Ik wil ook graag in die lift. Maar hoe? Dan mag jij gewoon Jezus uitnodigen bij jou. En dan stappen jullie samen de lift in. En zo gaan jullie relaxed omhoog. Bid maar eens met mij mee. Lieve Heer Jezus, ik wil echt heel graag bij jullie in de lift stappen. Mag ik met u mee omhoog? Super gaaf. Jij hoort ook echt bij Jezus. Gefeliciteerd. Gaan we nu het avondmaal nemen. Pak het er maar vast bij. Dit is het brood en dit is de wijn, die samen het speciale avondmaal zijn. Zijn bloed wast ons wit als een zwaan. Zijn lijf is gebroken. Alle ziektes moeten gaan. Ik geloof dat het voor mij is, voor jou en voor ons allen. Zijn liefde tilt ons op, ook als we zijn gevallen. We herinneren het kruis, zo waste Hij ons schoon. Jezus, U bent onze redder, Gods geliefde Zoon. Dames en heren, appels en peren, leeuwen en beren, zijn jullie klaar voor de challenge? Yay! Oké, vandaag bouwen jullie een hele hoge toren. Ik heb spaghetti, alsjeblieft. En alsjeblieft. En ik heb spekjes. Jullie gaan. Vonden jullie mijn intro mooi? Ja. Van kom. Leg maar even neer. Leg maar even neer. Je valt uit beeld zo. Heel goed. Terug. Daar gaan we! Ja! Oké, luister goed. Wij gaan vandaag bouwen. Haha, dat was hier. Met spekjes en spaghetti, alsjeblieft. We gaan bouwen met spaghetti. Jullie gaan een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ik hou de tijd in de gaten. En na 1 minuut checken we wie er heeft gewonnen. Wat voor toren moeten we bouwen? Hoe moeten we toren bouwen? Dit is gewoon je spul, spekjes, spaghetti, dat is het. En we moeten een toren bouwen. Je moet een toren bouwen. Oké. Zijn jullie er klaar? Dit is alle info die je geeft. Dit is het. Hier mag je het mee doen. Ik zet de timer aan op 1 minuut. Zijn jullie er klaar voor? Ja, dat is goed. Oké. 3, 2, 1. Oh nee. Go! De tijd loopt. Goed zo. Bouwen. Gaat goed. Bouwen met spaghetti ook. Met spaghetti? Ja, spaghetti. Spannend. Nog. De zon. 20 seconden nog. 10. 9.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ja hoor, we hebben winnaar! Sonja Lina! Ik ben trots op je! Dit is een brief. Stop! Hij kan niet meer stoppen! Oké, ja? En nu? Stop! Moeten we hier nog een eind aan breien of wat? Ik vind het heel mooi. Deze kun je dus ook thuis doen. Het enige wat je nodig hebt, spaghetti, spekjes. Spekjes. Let's go. En stuur ons dan jouw hoogste toren op. Dat vinden we namelijk super gaaf om te zien. Wat eten we vanavond? Rijst. Deze. Doei. Daag. Het meest toffe van Jezus is natuurlijk dat Jezus wil zorgen. En daarvoor hebben we Jesus Cares in de kerk. In het verhaal van Zacchaeus zien we dat door Jezus' liefde Zacchaeus al zijn spullen gewoon maar zomaar weggeeft. En dat geeft hij dan misschien wel aan mensen die gewoon wat minder spullen hebben. Wil jij ook andere mensen helpen? Ga dan kijken op www.redemptionchurch.nl/jesuscares. Een ander ding wat je kan doen is bidden. Dan wil ik nu graag ook even met je bidden. Ik wil je zegenen voor deze week. Lieve kinderen, ik wil je zegenen. Dat als je gekeken hebt naar deze aflevering, dat je dat in je hart kan voelen wat de Heer Jezus tegen jou wil zeggen, maar ook misschien wel tegen de mensen om je heen. En dat je, als je naar de woorden van het verhaal geluisterd hebt, dat je daar ook nog eens over na kan denken deze week. En dat je nog eens terug kan kijken. Want ik weet dat Jezus van jou houdt en dat Hij heel dicht bij jou wil zijn. In Jezus' naam wil ik je zegenen. Amen. Hey, super vet dat je gekeken hebt naar de aflevering van vandaag. Ja? En dan? Je begon al. Oh, oké. Okay. als jij nog mee wil doen aan de prijsvraag, stuur dan voor vandaag 3 uur jouw antwoord op. En weet je nog, dat was die cijfercode met die letters die je dan naar elkaar moest vertalen. Ik ga terugkijken. Kijk maar even terug, want dan kon je die ene super vette ballon winnen. Is er van de week ook weer een video te zien? Zeker, en dat heeft ook te maken met die cijfers en die letters. Want blijkbaar gebruiken ze in de Bijbel ook een soort geheimtaal met cijfers en letters. Shalom, shalom, dat is Hebreeuws. Nou, zoiets. Ja. En een van de mensen uit de kerk die gaat daar iets super tofs over vertellen. Dat komt op woensdag op ons YouTube kanaal. Check dus YouTube kanaal en dan weten jullie duimpjes ook wel wat omhoog, je moet doen. Abonneren. Leuk vinden. En reageren. En dan rest ons nog maar één ding te doen. Ga allemaal maar weer staan. En dan doen we... Piep, piep, piep. Bluetooth box. Tot volgende week. Jodie. Doei, Elske. Ja.